deze week was de stad echt in rep en roer. En daar kon jij helemaal niks aan doen. Maar de Lange Jan sloeg midden in de nacht op hol. Ja. En niet te zuinig ook, want die heet volgens mij de Boudon-klok. De zwaarste Boudon, klok. De zwaarste klok, ja. Die ja. ging ook helemaal los. Dus, en een kwartier lang. Maar wat was er nou precies gebeurd? Weet je dat? Nou, klokkengieterij IJsbout heeft een nieuwe computer geplaatst voor het speelwerk, het automatische carillon. Dat is allemaal heel fantastisch, alleen hadden ze een verkeerde instelling gemaakt dat hij nu, ik meen, elke nacht om 12 uur de nieuwjaarsluiding verzorgt. Dus daar hebben jullie van genoten. Ja, ja. Dat was echt volle bak. Ik hoorde het zelf wel, ik was gelukkig nog wakker, maar ik kreeg echt van alle kanten van de stad. Ja. Ook echt best wel ver in de stad, de buitenwijken. Dus iedereen weet in ieder geval weer dat hij... Ik heb niks voor. Nee? Waar woon jij? Sandor. Oké, okay. Ja, het was ook een beetje hoe de wind stond. Hoe de wind staat, ja. Ja, ja, ja. Ja, maar goed, het was ook heel grappig. En er waren een paar mensen, ja, die waren er echt wakker van geworden, maar... Kan ik me voorstellen. Ja. Ja.